Nou, dag 1 van de open dag is overleefd. We hebben een beetje slecht weer gehad. Vandaag, ik hoop dat morgen een beetje mooi weer is. Ik ga nu een wapje in. Kijken of ze... Nou, ik ben nog niet klaar. Nee, het was vandaag een, toch een redelijke opkomst, moet ik zeggen. Had ik niet verwacht met het weer trouwens, hoor, dat er heel veel opkomst zou zijn. Nou, er is toch wel heel wat opkomst geweest. Ondanks het mindere weer, dus, zeg maar. Er zijn vandaag 3 nieuwe kalfjes binnengekomen. En die zet ik zo wel even achter deze video. Maar morgen is er weer een open dag. De laatste open dag eigenlijk. En deze duurt wat langer. Deze is van 10 tot 3. Ja, 10 tot 3 is het morgen. Dus ik zou zeggen, kom er gewoon bij. Kom gezellig morgen langs. Lesjaar van Lilaan 1 in Epe. En het heeft ook nog in de krant gestaan, dus ik zou zeggen, kom morgen gewoon gezellig langs. En dan kan je de kalfjes ook bewonderen en dan kan je de rest ook nog bewonderen. Er wordt uitleg gegeven van wat voor werkzaamheden we doen. Dus ik zou zeggen, kom gewoon morgen lekker langs, zou ik zeggen. Ik ga een hapje heen, ik ga me klaarmaken weer voor morgen. Morgen weer een nieuwe dag, dus het komt allemaal wel weer goed. Jongens, tot wie weet tot morgen. Lesje van Lilaan 1 in Epe van 10 tot 3.